hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben lekker goed ingepakt. Ik heb even besloten om weer even lekker te gaan wandelen. Lekker goede start van de week. Ik ben best wel vroeg opgestaan voor mijn doen. Ik had eigenlijk de wekker staan om 9 uur. Ik ben uiteindelijk om 11 uur wakker geworden. Normaal gesproken is dat 1 uur. De laatste 3 dagen met Nessie. Ik ben wel blij dat ik iets eerder uit bed ben gegaan. En nu ga ik even een uurtje wandelen. Dus ik zie even straks weer. Dit wordt echt mijn nieuwe wandeljas. Weer terug van het wandelen. Wandelen was echt heerlijk. Ik moet je echt oprecht zeggen dat ik me echt heel goed voelde na. Ik ga proberen om vanavond ook weer te wandelen als Nessie tenminste ook mee wil. Maar voor nu ga ik even mijn haar aanpakken. Want kijk hoe droog die is. Echt, die puntjes zijn gewoon echt helemaal naar de kloten. Maar het is vaak zo bij krullen. En het is schrik voor de vrouwen die stel haar hebben. Dit zie ik van, oh my god, dat is dit. Dit is eigenlijk altijd een beetje hoe het eruit ziet met krullen. Al heeft het gewoon wat meer verzorging nodig. Dus ik ga weer even Olaplex gebruiken. Nummer 3. Zo. De Olaplex zit in mijn haar. Hij is alweer op. Ik heb hem wel echt vaak gebruikt. Nou, vaak. Ik denk 6 keer of zo. En ik ga hem zeker nog een keer halen. Want het werkt wel echt goed bij mij, moet ik zeggen. Guys, ik heb vandaag lunch besteld. Ik heb hier Vitello Tonato. En ik heb hier nog een salade. Ik heb hier een Griekse salade. Ik had er echt heel veel zin in. En dit is kalfsvlees. Ik vond deze niet zo. Ik heb het ook niet opgegeten. Maar goed, ik zit wel echt vol. En deze is wel echt heel lekker. Zo, inmiddels gedoucht en al. Het was een hele operatie mijn haar vandaag. Nog even mascara opdoen. En dan ga ik me even omkleden voor de eerste samenwerking die ik ga filmen. En daarna ga ik me klaarmaken om te shooten. En dan wil ik een andere outfit aan. Ik kreeg laatst een vraag welke mascara ik op dit moment gebruik. En dat is dus deze van Benefit. De Roller Lash. Echt een heel fijne mascara is dit. En daar heb ik nog niet eens heel veel op gedaan. Maar dit is het verschil. Kan je die ophangen? Kan je die ophangen? En heb jij voor bril op? Ik moet je bril. Is het zo grappig uit? Waar is het dienaar? Waar is het dienaar? Zo omgekleed voor mijn eerste samenwerking. Ik heb een blouseje aan van de Zara. En een vest van de Zara. Allebei een beetje lekker oversized. I love it. Ik ben klaar met opnemen. Trouwens, ik was laatst mezelf aan het uitleggen dat ik dit heb gehaald. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, dit drinkt echt super chill. En ik drink echt heel veel water hierdoor. Dus echt totaal geen miskoop. Ik ben er echt heel happy mee. Dat maakt me helemaal gek. Willen jullie eten? Ja, hè? Zo, ik heb even een andere vestje aangedaan. Ik heb ketting aan van Dior. Vintage, heb ik ooit gescoord. Daaronder heb ik gewoon jeans aan. Mijn nieuwe van de Zara. Alleen, ik ben echt zo erg aan het twijfelen over mijn schoenen hieronder. Ik ga aan het twijfelen of ik deze hakken eronder moet doen. Of gewoon lekker sportief deze. Want wij dragen van YSL. En die past wel echt heel mooi bij die schoenen. Ik wil deze dus een tijdje geleden verkopen. En ik ben echt zo blij dat ik het niet heb gedaan. Want croco leather is gewoon helemaal weer hot nu. En ik ben er helemaal gek op. Dus I'm so happy. Ik heb ze allebei hieronder aan. En ik denk dus dat ik voor hakken ga. Nessie vond het ook al veel mooier. Zo, de zonnetje schijnt heerlijk. Ik hoop echt dat ik mooie foto's kan maken. Gaat vast wel lukken. Ik heb weer mijn statief mee. Nessie, ik ben weer thuis. Wat gaan we doen? Nou, de restaurants zijn dicht, dus we kunnen niet gaan eten. Ja, ik wil vandaag wat bij jou doen. Wat wil je doen? En jij hebt gewoon geskotteld. Je gaat zo gewoon alleen mattie. Ik ga jou verraden in de vlog. Nessie heeft een nieuw woord zo'n ding. Hoort zo'n ding? Een jobby. Een jobby? Jobby. Heeft hij een Joby? Joby, Joby. Nou, hij heeft een Joby gehaald voor Joby. Zijn dingen. Want hij had er natuurlijk geen één. Zo werd het altijd hier. Wat gaan we doen? Nu, wat gaan we doen, Jani? Wat gaan Jani, we doen? Waarom ben je nooit gezellig met mij? Waarom ben ik niet gezellig dan? Oh, ik weet wat ik ga doen vandaag. Ah, champagne bottle! Oh, nee. Hele popping champagne! Ja, wat ga je doen dan? Ik weet niet wat ik ga doen. Ben je zeg maar het vervelen of zo? Ja, ja. Oh, nee, nee, oh, ik heb hoofdpijn.
Ik ben klaar met werken. En dan? En nu moet jij hem even maken. Ben ik een clown of zo? Ja, ben ik circus aan? Is het met filmen, hè? Ja, ik weet het. Ja. Filming, yes, yes. Dit is mijn little sister. Yes. She heet Babzaki. Babzaki, hi, she's the queen. Ze werkt ook naar Coco Chanel. Oh, yeah, beautiful. Oh, yes. Oh, you are so beautiful. Ja. Oh, yes, gaan we doen, man. Vandaag ga ik echt allemaal naar mijn mama. Maar hij wil helemaal niks meer doen. Oh, ja, dat hoop ik. Gaan we naar de andere kant? Andere kant ook? Ja. De next cat. Oh, hoe is Rende? Win. Nina. Nina. Hi. Nina. Hi. People, I love you. Nou, is hier. Hebben we nog meer? Nu wil ik met rust gelaten worden. Oké. Okay. Ciao. En ze gaat voor zichzelf burgers maken. Kidburgers. Oh ja. Let's go. Ja. Flip it. Maar we moeten wel op een laag vuurtje. Hè? We moeten echt gaan plannen wat we met mijn verjaardag gaan doen. Ik heb jullie nog niet verteld, maar mijn trip is gecanceld. Dat hebben we zelf gedaan, want we hadden dus gepland om naar Parijs te gaan. Maar dat gaan we natuurlijk helemaal niet doen met deze situatie nu. Het is gecanceld. Ik wil heel graag gewoon in Nederland eigenlijk wel doen, maar we hebben nog niets gepland. En het is ook best wel een kort dag, want alles is echt vol geboekt. Al die natuurhuisjes en zo die echt heel erg leuk eruit zien, is allemaal vol. Dus ik heb en gewoon een we kunnen beetje het ons pech. Niet permitteren om in quarantaine te gaan. Oh, dan ga je echt gewoon zeggen, we kunnen het ons niet permitteren. Ook! Ik denk, what the fuck zegt deze? Klaar, het is alles afgelopen. Het is crisis. Het is afgelopen, hè? Het is afgelopen. Ik heb het gevoel alsof we niks gaan scoren. Maar letterlijk alles wat ik leuk vind, is op de dagen wanneer wij kunnen, gewoon volgeboekt. Ja, echt. Ik vind er wel wat. Nou, hij heeft er nu kaars op gedaan. En het laat erop smelten. Lekker. Dat. De burgers van Nesim dan, ze glimmen helemaal, ja, joh. Wil je ze van binnen zien? Ja. Ja. Ja, dat is goed gedaan, schat. Jalla. Zo, mijn kroketjes zijn klaar. Het gebeurt mij trouwens altijd bij overkroketten dat ze zo openbarsten. Nou, dan gaan we weer, jongens. Even op pad. Kijk, guys. Dit heb ik weer. Zet motor af, verlaat garage. Op de pad met Simi. Op pad met Simi. Ja. Ik heb echt een mooi puist. Zo, dat is echt een goeie. Story of my life. Ik ben weer twee keer. Ik ben gewoon twee keer naar boven gerend omdat ik elke keer iets was vergeten. Ten eerste was ik bang voor dit. Dus toen ben ik naar boven gerend en Nessie zei dat het al de hele dag al zo is. En ik zie gewoon mensen hier lopen. Dus toen ben ik weer naar beneden gelopen. En toen had ik dit niet mee, mijn autosleutels. Want ik heb natuurlijk een andere tas mee. Ja, zo werkt dat. Oh, ik ben zo happy trouwens met deze tas. Niet normaal. Het enige kutte aan deze tas is dat hij niet echt gewoon dicht kan. Hij is eigenlijk altijd open. Zo vervelend. Voor de rest ben ik echt heel happy. Even kijken hoe laat is het precies. Oh, ik moet het echt gaan redden. Kom op meer. Je gaat het redden. In ieder geval, ik heb nog niet verteld waar ik naartoe ga. Maar het is 7:30. En de Starbucks die sluit om 8:00. Ja, het is gewoon herfst en dan heb ik altijd zin in van die lekkere warme drankjes. En ze hebben nu natuurlijk de pumpkin spice. Nou, in ieder geval, ik had hem dus laatst geproefd met Nessie op een zondag. Waarin in de ochtend gewoon naartoe om even lekker te starten met koffie. En toen had ik die voor het eerst geproefd met amandelmelk. En ik moet je heel eerlijk zeggen, wauw, hij is echt heel lekker. Ik hou er echt van, maar dan wel gewoon met amandelmelk. En als het goed is, sluit de Starbucks over een kwartier en rijd ik het net. Dus ik weet niet of ik dan nog naar binnen mag. Maar ik ga het gewoon proberen, anders heb ik pech. Maar ik heb gewoon zoveel zin in. Oh my god. Guys, nee, ik ga het niet geloven. Ik heb het gewoon net gehaald. Ze waren aan het sluiten. En die meid, die herkende mij, want ik kom hier echt zo vaak. Dan zegt ze tegen mij van, ja, je bent vandaag wel een beetje aan de late kant, hè? Ja, maar ik heb het al gehaald. Ik ben echt happy, man. Nu kan ik er lekker van genieten. Pumpkin spice met amandelmelk. I can't. Het is echt een heel lekkere herfstsmaakje.
Zo guys, zoals jullie zien ben ik thuis. Ik ga even snel editen. En mijn vlog online gooien. Het is al 8 uur geweest, maar dat maakt niet uit. Dan komt het gewoon iets later online.